Maar we zijn dus nu eventjes weer in Budgetfood. In Budgetfoodwinkel. Ik weet niet of ze er zelf is, maar er heeft namelijk iemand een tweede bedrijf geopend. Dan doe ik hiervan. Kunnen eens kiezen. Een hele goede middag allemaal. Welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag vrijdag 16 juni 2023. Het loopt nu al tegen 13:15 aan. Ja. Ik ben aan het lopen, want ik kwam mama al tegen met de hondjes. Dus, en ik wil ook nog eventjes met mama weg, zeg maar. Gewoon weet ik veel. Het is toch lekker weer. Dus gewoon er eventjes op uit. Dat kan morgen ook. Ook nog, maar dat gaan we ook morgen doen. Maar dan ga ik even mama even opsnorren. En even kijken waar ze loopt, want ze liep al dat ik hier reed. Liep ze al op de gracht, dus. Nou ja. Dus we gaan eens even meemaken waar ze nou loopt. Ja. En ik wens jullie gewoon heel veel kijkplezier op deze gloednieuwe vlog. Ja. Ik zie mama al aankomen lopen. En er is één wat hier pokkerherrie maakt. Dat is die afzuiging daar. Dat maakt zo'n pokkerherrie mee. Maar mam, deze tegels die zijn nog een beetje warm. Zometeen beter om die kant op te gaan lopen in plaats hier rechtdoor. Want dit is loeiheet voor en voor die pootjes van ze. Echt, dit is loeiheet dit. Dat is loeiheet. Schaduw opzoeken. En ga nooit hier overheen lopen. Dan maar alleen maar schaduw heen en schaduw terug. Vele malen beter. Dit is warm voor ze. Veel te warm. Mama. Moet u toch wel weten. Maar ja, ik ben wat dat gaat meer en meer een hondenkenner. Maar dat maakt niet uit. Ik zal het mama zo meteen even rustig vertellen. Dus mam, als het is hoe zondag is, ga niet over deze stoep heen lopen. Ja. Het is veel te warm voor die pootjes. Kunnen die pootjes in verf verbranden? Ja, dat willen we niet. Nee. Daar is Rijke. Vlak voor je neus. Ja, dat weet ik. Daar is Rekkel. En daar is Rijke. Daar is Elwing. Een balletje moet ze hebben of zo. We lekker. Lopen lekker los eventjes. En Karen die is erbij. Hij schat. Hij schat. Hi. Elwing. Elwing, kijk eens. Ga jij er achteraan lopen of niet? Ik ben benieuwd. Oh. Beetje vooral. Kijk eens. Pakken. Ja. Ja, dan gaat ze erbij liggen. Oh, maar dat is leuk. Kom maar. Kuk hem. Kuk hem. Ja, pakken. Pak je stok. Kom hier. Elwing. Pak je stok. Hier. Pak je stok. Elwing, kom. Kom hier. Kom dan. Kom dan. Maar dat vind jij leuk, hè? Stokkie, hè? Kom maar, kom hier. Nee. Kom dan. Kom hier met die stok. Kom hier.
Pak je stok. Owen, kom hier. Kijk eens. Pak je stok. Kijk. En dat moet vrouwtje wat meer gaan doen, hè, met jullie, hè? Ja. Ho. En jij trapt er ook echt niet in, hè? Lekker, hè? Kom maar. Kom dan. Elwing, kom. Stokkie, kom hier met die stok. Elwing. Elwing, kom hier. Kom hier met die stok. Jij moet het nog en naar... Ja, pak dan. Pak dan. Kom dan. Kom dan. Kom dan. Elwing. Elwing. Kom. Elwing. Hey. Kijk eens. Kijk dan. Ja, kijk dan. Dat jij zo lief bent. Pak je het aan van mij? Zo. Oh, sorry. Elwing. Pak je het ook aan van mij of niet? Ik wel, hè. Ik ben geen onbekende, hè. Nee. Helemaal goed. Kijk eens, schat. Krijg gewoon nog eentje van mij. Ha. En omdat jij lekker hebt gezwommen en omdat ik achter jou moest rennen. Ja hoor, tuurlijk. Hoor mij. Zo. Ja, mama en ik zijn dus... Kijk, mama is er ook bij. Ja, check. Maar we zijn dus nu eventjes weer in budgetfood. In budgetfoodwinkel. Ja. En let niet op mijn stem, hoor, jongens. Want ik ben zo hees als ik weet niet wat. Want dat slaat lekker op mijn dingen. Even kijken, hebben ze die chippies ook hier? Nee, zeker. Nee. Tuurlijk niet. Nee, dat weet ik. Maar de budgetfood bij mij, dan hebben ze wel die chippies die ik wil. Maar, oh. Maar dat is dus helemaal in zijn recht. Maar... Nou, niet doen dan. Wat? Zijn recht. Ja, ik woon daar vlakbij. Ik weet niet of ze er zelf is, maar er heeft namelijk iemand een tweede bedrijf geopend. En dat is niemand minder dan... Van mijn liefdevolle vriendin. Ja. En ze heeft ook nou trouwens nieuwe prijzen, ook dat. Ja. En ze zit dus hier. En ik weet niet of ze er zelf is, dus... dat gaan we zo meteen zien, of ze er zelf is. Het is hier lekker afgelegen. Heel leuk, klein... dingetje, hier. Ja, klopt. Wat is den helder dan weer mooi, jongens. Kijk eens. Heerlijk. Zo hier een heerlijke wonen. Dan dit als uitzicht. Maar mooi, dus kijk hoe mooi. Dit is toch magnifiek. Kijk. Daar komt de auto aan. Helemaal goed. En als ik het zo doe, dit is nog leuker.
Ja, dan begint hier dus. Dat, ik weet niet of jullie het heel goed kunnen lezen. Kijk eens. Ik ben in de Action samen met wie anders dan mama. Ja, en ik moet wat hebben voor morgen. Alleen ik moet even kijken waar ik dat moet halen. Ik ga gewoon eens even hierin. Ook leuk, ook handig. Ja. Dus we gaan eens even zoeken wat ik moet hebben. We zijn hier aan bij de cosmetica. Hè? Een houten voetmassage. Dus die neem ik sowieso mee, twee daarvan. Eén paar. Dan kunnen ze kiezen. Doe ik daarvan. En dan doe ik hiervan. Kunnen ze kiezen. Yes. Kijk. Een voetmassage. Ik ga het mezelf wel een beetje makkelijk maken, hè, voor zelf, hè? Nee, die heb ik niet nodig. Eens even kijken, wat hebben ze allemaal nog meer hier? Voor in het gezicht, ja, oké, het zal wel. Wat hebben we allemaal nog meer? Eens even kijken voor wat leuks. Wat hebben we allemaal nog meer? Voor de voet. Ook iets voor de ogen. Die watten. Ja, moet ik even kijken zo. Maar sowieso eventjes ook van die dingen waar die tenen tussen kunnen zien. Ik even kijken wat ze hier allemaal hebben. Ja, ja, ja. Kappen zet, ja. 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 1, 2. Ik weet niet wat dat allemaal is. Wat? Ja, nee. Ja. Nou, die roze dingen. Het is dat. Vuiltjes, mam. Oh, ja, die heb je ook nodig. Vuiltjes. Ja, dat is supergoed. Ja, maar die is wel handig deze inderdaad. Check. Punt. Die is ook leuk. Handig. Nou, ik ga verder kijken, jongens. Yes. Wat zie je allemaal nog meer hebben? Ja. Daar weer bij mijn auto. Alleen hij is een beetje vies. Dus dan wat morgen even weer wassen. Want hij is echt vies. En ik kan daar niet tegen. Maar mama die gaat ook even naar de voorkant toe lopen. Want ik heb wat gefixt bij mama namelijk. Ja. En dat is hetzelfde wat ik dus heb gedaan. En mama die heeft het allemaal dus nu ook op camera staan. Dus wat leuk. En daar ligt iemand. Daar ligt iemand. Hey, kindje. Dus ja, en mama die wil ook even kijken vanzelf. Dat is logisch. Dat is grappig. Zo, pat. Kijk. Dit is leuk. Je kan helemaal niks meer zien. Je kan helemaal niks meer zien, man. Dat is leuk. Ja, spiegelbeeld. Spiegelbeeldje. Ik zie helemaal niks meer. Het is wit, grijs. Nou, lekker. Helemaal top. Top, hè? Blij mee? Ja, ik wel. Dat is mooi. Het is ademvernemend in de slaapkamer. Want je verneemt het gelijk. Hey, kereltje. Hey, man. Nee, zeg maar de camera schuw. Kom eens. Kom hand af. Kijk eens. Koombies. Snoepies. Snoepies. Ga mee. Nee, heeft er geen zin in. De keukenraam naar binnen. Ja. Kom dan.
dan. Kom dan. Zo, vind je beter. Hé? Nou, hey, doe eens lief. Nee. Nee, heeft er echt geen zin in. Nee. Hij heeft er geen zin in. Doet hij straks de keuken aan. Dus u bent blij? Ik ben blij, ja. Toch wel? Ja. Dat is mooi. Ja, maar ik heb nou de gordijnen ook dicht, hè? Ja, dus? En maar... die zie je niet. Nee. En die zijn rood van kleur. Zo. Maar als u die en die andere gaat kijken, dit, u ziet... Ja, u, kijk, als u hier gaat kijken, deze hier, naar achteren, dan gaat u een boom zien erin. Dan ziet u dus nou de boom. Ja. Helemaal geweldig. Spiegelt een spiegeltje aan de wand. En wie is het mooiste in het land? Nou, u. Ik, hè? Dat wordt vaker gezegd, ja. Is toch leuk? Dat wordt vaker gezegd. Ja, nou, daarom juist. Daarom zeg ik al, spiegeltje, spiegeltje. En ook dat ik er heel jong uitzie. Nou, precies dat. Dus ja, en u bent dus blij met dit? Ja. Dat is mooi. Daar ben ik heel blij mee. Verschil. Ja, goed hè? Ja. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Ja, echt wel. En niemand kan meer naar binnen kijken en u kan lekker naar buiten kijken. Ja. Wat een verschil. Ja. Hè? Huh? Want... Hoezo? Nee, gewoon praten. Nee. Tuurlijk wel. Ja, meneer Heidi, en die wil heel graag naar boven kijken. Onder andere, maar ook dat doen. En dan komt hij s'nachts, weet ik veel hoe laat uit. Ja, nou ja, dat moet meneer lekker zelf weten. Maar u heeft nou helemaal geen last meer even inkijken. Maar dat scheelt een hele hoop hoor, dit. Echt wel. Nou. Ik wil jou nog op de vlog hebben, vriend. Wie is jou? Ook kan dat zien. Mauw! Komt er na Uto aan. Ja, en ik loop ook. Kan dat? Kan dat, ja. Mauw! Maar ik heb je wel, vriend. Dus dat. Ik heb mama even geholpen. Ze is onwijs blij met haar folie en de ruim. Maar ik ga de vlog weer lekker afsluiten. Dus vond je dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, doe het duimpje omhoog. Abonneer even. Doe het belletje aan. En laat even een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen. Ciao.